daar... De kelder, jongens, daar vroeger. Is die ook weg? Ja, maar die zaten er niet meer in, hoor. Nee, en die al uitgegraven. Dat was een beetje verhoogde kelder, hè? Want je ziet... Ja, en daar zat op de kamer boven, hè? Ja. Maak er maar eens een mooie foto van, en we zien het wel op... En is dat boven gewoond, of niet? Ja, bovenaan de slaapkamer. Ja, dat is gewoon uitvallen, want dat was dan modern, hè, vrienden. Ja. Ja, je ziet dat, hè? Pas op, hè, hoor. Ja, dat weet ik. Drink niet wat drinken eten hebben. Kippen ook, hè, mensen. Die deur heb je dichtgemaakt, hè, Mark. Welke deur? Hier zo. Heb je al een deur gezien? Ja, kunnen zien. Aan de buitenkant kun je dat nog zien. Maar er was er wel onder water daarboven. Ik bedoel, hè? Dus de schot. Ja, dat is. En allemaal al uitgekleurd. Allemaal weggedaan. Zo. Zeg, vind jij dat, joh? Nee. Je ziet het allemaal op zo'n plat gestoken. Gewoon in de hens. Dat is ook niet goed, hè, Marines? Hè? Dat is ook niet goed, hè? Wat niet? Alles in de hens zit. En opnieuw bouwen, dat is ook niet goed, hè? En dan komt hier een wenteltrap naar boven. En dan ga je zo. Dan maken we hier een balustrade. En dan loop je zo door naar achteren naar de kinderslaapkamers. Dan komen er drie op een rij, zeg maar. Zo. Rechts de gang en links dan de kamers. Dit wordt weer eigenlijk in de oude indeling teruggezet. Alleen de ruimtes krijgen een andere functie. Dit was voorheen een slaapkamer. Dat wordt nu een badkamer. Ja. Nou, het toilet, dat blijft zitten waar het zat. De tv-ruimte blijft ook zitten waar die zit. En hier maken we ook weer een slaapkamer van. Oh ja. En dan wordt daar helemaal woonkamer. Ja, dit blijft natuurlijk gewoon het handhaven. Ja. Maar wat we eronder zetten, dat weten we nog niet. Nee. Of ommetselen of iets met beton. Ja. Maar dat willen we zoveel mogelijk in originele staat hebben. Ja. Heb jij nog iets... iets bijzonders? Nee, niks bijzonders. Over hout of over gebente? Ja, dat komt direct allemaal uit Marines. Ja. Ze trekken over anderhalf, twee weken dan gewoon verdriet af. Moet ik jou dan bellen? Ja, doe het. Ja, maar ik wil jou niet van jou vrije tijd, hè, want misschien wil je wel vissen of iets anders. En dan, dat kan maar. Dat is laag leeg, ik mis dat, hoor. Ja? Ja. Ja, maar dan moet die motor elke zondag. Ik weet niet wat je aan het doen is, maar... Hey, bedankt, hè. Ja. Marines, hartstikke bedankt. Hey, Fred. Prettig weekend. Ja, hetzelfde. En we gaan elkaar ook. Goed zo. Hey, bedankt, jongen. Houden, dat is goed, hè.